Goedemorgen. Een tijdje geleden dat ik hier was, hè? Ja, ruim een jaar geleden. Maar fijn om weer bij jullie te zijn en een mooie liederen te zingen. En nu mogen we Gods woord openen. En ik lees vandaag een klein gedeelte uit Hebré hoofdstuk 12. Hebré hoofdstuk 12, mag was opzoeken. Want je bent gered. Ik ben een kind van God. En dan loop je als christen, loop je de wedstrijd van je leven. Van begin tot het eind hoop je. Want ja, iedereen begrijpt dat als je een race gaat rennen, dat je de eindstreep wil halen. Je wilt de finish bereiken, toch? Het einddoel. Je wilt niet ophouden. Je wilt volharden, vol, volhouden tot het einde aan toe. En zo wil de Heer Jezus ook, dat je niet alleen gered bent, niet alleen verlost bent gerechtvaardigd bent, maar ook dat je geheiligd wordt in je leven. Dat je daarmee ook je einddoel bereikt. En iedereen maakt het mee. Eén wat vaker dan de ander, maar allemaal hebben het we wel eens meegemaakt. Je gaat smorsen op tijd op bed, en je gaat naar de schuur, je pakt snel je fiets. En dan, bij de schutting, gebeurt het bij de schutting gebeurt het. Ja, nou, tussen de heg en de schuur... Oh, loop je met je hoofd in een spinnenweb. Yeah! Ja! Kijk, alles meegemaakt, toch of niet? Ja hè? Vreselijk is dat hè? En dan doe je altijd drie dingen. Standaard. Als eerste ga je flink om je heen... slaan, mappen en zo hè? Die wil van de spul af, die kleverige troep wil je vanaf. hangt van af. Oh, dank voor alles naar beneden nu? Maar je wilt over oh, af, hè? Dat is toch zo? Daar begin je mee, als eerste. En ten tweede, wat je ook altijd doet... Je bedenkt... Dat waar er een spinnenweb is... Er ook een spin moet zijn. En dan ga je nog harder meppen. Dat je maar niet op mijn hoofd is geland of in mijn kleren kruipt en zo, En Dan ga je om je heen slaan en kijken. En het derde wat je doet... Is dat je... Een beetje paniekerig om je heen kijkt, misschien hopig om je heen kijkt, zo van heeft iemand mij misschien gezien? Want zij zien jouw spinnenweb niet, maar jou wel. En je maakt hele gekke bewegingen. Weet je wel? S ochtends vroeg al. Ik denk, wat is er aan de hand? Nou, die drie dingen doe je altijd. En het vervelend is dat de onzichtbaarheid het zo moeilijk maakt. Maar je ziet het niet, maar je zit er wel in vast. Dat is het toch, hè? Ja, is een spinnenweb. Maar goed, we gaan terug naar Hebreeën hoofdstuk 12. De Vers 1 tot en met 4. Dat geeft ons namelijk vier tips om de eindstreep te halen. Om te blijven volharden tot het einde. En de eerste is: laat je aanmoedigen door de menigte van getuigen. We gaan eerst maar eens lezen, denk ik, wat beter is. We gaan eerst die vers maar eens gewoon lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 1 tot 4. En dan kunnen we zo zien, die vier punten die komen hier naar voren. Je kunt ze wel meelezen zometeen. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman in volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want... Let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Nou, dat is zover. Vier tips naar deze vier versen. Als eerste, dus laat je aanmoedigen door een menigte van getuigen. Als de tweede tip is, leg alle last en de zonde af. De derde tip is, Biedt weerstand tegen de zonde. en de vieren: kijk naar Jezus. Half uurtje hebben ze alle vier behandeld: de eerste. De eerste is: laat je aanmoedigen door de menigte van getuigen. Het zijn niet alleen toeschouwers daar in de hemel die je aanmoedigen. Het zijn ook getuigen. En waar getuigen ze van? Ze getuigen van hun geloof, van de kracht van het geloof, dat hen geholpen heeft om die eindstrip te halen. Zij zijn er al. Ze hebben het eind al bereikt. En ze moedigen nu jou aan om door te gaan. Om niet op te geven, maar vol te houden. Gewoon door te gaan. Niet ontmoedigd te raken. Streks aan het geloof. En wees ook niet bang voor strijd en lijden. Want ja, het is moeilijk onderweg. Het is zwaar. Je komt op het moment dat je de man met de hamer tegenkomt. Maar ga door. Dat is wat ze zeggen. Ga door. Bereik het einde. Geef niet op. Dan het tweede punt. En dat gaat heel snel nu, later wordt het wat langzamer hoor. Leg alle last en de zonde af. Dat is de tweede vers 1b. Kijk, als jij gebroken hebt met je zonde, en als jij al jouw last hebt afgelegd, dan kun je vrij uitrennen. Dan gaat het veel makkelijker ook. Dus hoe minder zonde, hoe beter de wedstrijd. eruit. Maar het vervelend is dat we zo gemakkelijk weer verstrikt raken in de zonde. Daar gaat het gedeelte over. De zonde kleedt ons zo gemakkelijk weer aan, om het zo maar te zeggen, als met een spinnenweb. Waarom? Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat deze wereld waarin wij leven steeds verder wegzakt in het web van de zonde. En we leven in die wereld. We zijn niet van de wereld, maar wij leven in die wereld. En die wereld is zo slecht en zo zondig en zo goddeloos dat je bijna niet onbesmet kunt blijven wandelen. Ja, zeggen we dan, wij mogen schijnen als lichtende sterren te midden van een verkeerde rondaard geslacht. Ja, natuurlijk. Maar weet je, ons licht wordt vaak zo snel weer verduisterd, omdat we zo gemakkelijk meegaan met de wereld het duister van de wereld. We zitten zomaar weer middenin. En ja, onze oude natuur, onze oude mens speelt weer op. We willen die zondigen, maar omdat dat weer opspeelt, doen we het toch. Het zitten we er weer in vast. En Paulus die roept dan bijna wanhopig in Romeinen 7, vers 24. Die tekst mag je laten zien. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want ik doe niet het goede wat ik wil, maar het kwade wat ik niet wil. Laat ook wij, zegt het gedeelte, afleggen... Alle last en de zonde. Ja, en dan denk ik, over welke specifieke zonde gaat het dan? Over de zonde. Welke zonde is dat? Het zou wel eens kunnen zijn dat dat bij iedereen verschillend is. Want welke zonde kleeft jou het snelst weer aan? En welke zonde raak jij het snelst weer in verstrikt? Welke zonde komt dan het eerst in jou op? Hè? Welke zonde komt het eerst in jou boven? Dan is dat waarschijnlijk de zonde die jou het meest plaagt. Die je nou in je gedachten hebt. Leg af die zonde, staat hier. Oh. Leg af de zonde. Want het komt voort namelijk uit, uit, uit de oude mens. Het is niet uit de geest, maar uit het vlees. Zo staat het in de Bijbel. De Bijbel zegt namelijk in Galatians 6, vers 19... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. En de volgende nog veertien van die dingen. Van die negatieve termen. Maar deze eerste vier zijn wel genoeg, denk ik Want Dit geeft een aardig beeld van hoe deze wereld eruit ziet. Onze goddeloze wereld. Het begin is er. En het was toen, maar het is ook nu. Deze wereld. zijn vier dingen die zomaar meespelen en die we om ons heen zien. Het gaat om ideeën, om gedachten, om uh, meningen, om gedragingen die tegen Gods woord ingaan. Deze wereld is op dit moment in, in de macht van de boze. Hij is de overste van deze wereld. Want stel dat ik nu hier vandaag iets negatiefs zou zeggen over de LHBTIQ. Of ik ga hier zeggen dat het huwelijk alleen de verbindenis, de verbindenis is tussen man en vrouw. Dan loop ik zomaar de kans om een boete te krijgen. Ja. Het wacht is op de zoon van God. In de wereld komt oordelen. Ach ja, zonde. Um, ach, zeg je misschien zonde? Nou, ik dacht niet? Hè? Ik dacht niet? Uh, met mij loopt het echt niet zo vaart hoor. Uh, ik trap daar echt niet in. De Bijbel zegt: je meent te staan. Zie toe dat hij niet vallen. Je raakt er zomaar in verstrikt. Voor je het weet, word je erin gezogen en, 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 en zink je daarin weg. En, en kom je steeds verder in de greep van de tegenstander. Voor je het weet, raak je verstrikt in het web van de duivel. Ik moet het zomaar heel, heel, heel hard er zeggen. Adam en Eva, die wandelen in de Hof van Ede. In de tuin. En ze mochten alle bomen eten, behalve één boom. En toen kwam de Satan en die zegt: Ah, God heeft toch wel gezegd dat, maar is dat nou echt wel zo? Is, moet je dat nou echt, hey, heeft hij dat echt nou gezegd? Weet je, de tegenstander zit altijd vraagtekens bij wat God heeft gezegd, en wil verwarring brengen. Hij zegt: Ja, in de Bijbel staat het wel zo, maar ach joh, moet je het nou echt zo letterlijk nemen? Moet je echt eraan houden? Dat was toen, dat was die cultuur, dat moet je nou anders gaan zien, en, en alle dingen had hij eromheen. Ja. Hij zaait verwarring. En het gevolg is heel duidelijk. In Genesis 3, vers 6. De vrouw zag die boom dat het goed was om ervan te eten. En dat het een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was. Zolang ze keek, hoe aantrekkelijker de boom. En ze nam een vrucht. Ze at ervan. En gaf er ook een aan Adam. En ook die at. En elke zonde brengt scheiding. En zorg voor afstand. Afstand tussen mensen, maar dan voor afstand tussen God en mens. Want toen ze gegeten hadden, verborgen ze zich voor God. Daarvoor wandelden ze in de hof met elkaar en toen gingen ze zich verbergen. Afstand tussen God en mens. Tussen jou en je collega klikt het wel. En hij fleurt met je. Hij maakt grapjes. En, en jij lacht erom. Ja. Natuurlijk vertel je niks thuis aan je man. Want er is nog niks gebeurd. Maar op een dag nodigt je collega je uit voor een lunch. En je gaat mee. En ja, je geniet van zijn aandacht. En je kunt zo goed met hem praten ook. Je voelt je wel gevleid dat hij jou nou juist uitnodigt. En in het weekend dat je man op reis is, stelt je die, die collega voor om uh, langs te komen om over de dingen van het, van het werk te praten. Ja, en hij komt, en het wordt wat gezelliger, het wordt wat ontspannender, het wordt wat relaxter. En opeens uitert zijn gevoelens voor je. En jij zegt dat je hetzelfde voelt voor hem, maar ook dat je huwelijk je heilig is. Maar het gaat verder. Het laat je niet meer los. En je gaat door en door. En op een bepaald moment sta je op het punt om te scheiden van je man. Je bent verstrikt geraakt in het web. Een tweede voorbeeld. Jouw vrienden die dagen je uit om mee te kijken naar uh, filmpjes met het predicaat voor adults Only. 18-plus filmpjes. En je wilt het niet. Maar ja, de uitdaging is zo groot. En je wilt ook bij de groep horen. Dus je gaat maar mee. Je kijkt. En kijkt. En kijkt. En ene keer wat vaker en vaker en vaker. En je raakt er steeds meer aan gewend. En je hebt steeds meer de behoefte om te kijken. Je wilt steeds meer. En uiteindelijk kun je niet meer zonder. Je raakt verslaafd. En zo raak je verstrikt in het web van de zonde. Laten ook wij. Afleggen de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. De meeste zonden beginnen redelijk onschuldig. Ja, heel gewoon. Maar je raakt steeds verder weg en je zingt steeds verder naar beneden. We vallen niet in zonde, we glijden in zonde. Ik ga langzamerhand. Nog een laatste voorbeeld, een derde voorbeeld. Waar gebeurt verhaal? In het begin zag je het als, als een soort afleiding gewoon. Het, het was leuk. He, want wat is nou het verschil om 20 uh, dollar uit te geven aan, 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 een, aan een diner. of 20 dollar uit te geven aan een uh, spelletje poker? Och, maakt er niks uit. Ja, hoezo, wat is het probleem dan? He, zo. En zijn vrienden vroegen hem mee om mee te gaan naar Las Vegas. Daar was de inzet wat hoger. En ja, hij ging mee. En toen hij terugkwam uit Las Vegas, was hij ongeveer 7000 dollar lichter. Ja, dat was wat lastig, want hoe vertelde hij dat nou aan zijn vrouw? En ja, hoe verklaarde hij nu dat zij financieel keer zo moeilijk zaten? Nou, hij verzond allerlei leugens. En hij plunderde de, de, de lopende rekening. En hij had een extra creditcard aangeschaft. En hij bedacht: oké, okay, als het dan zo is. Nou, de enige oplossing die ik nu zie is om nog meer te gaan gokken. En dat deed hij. En hij plunderde daarna ook nog eens een keer zijn, zijn, zijn hele spaargeld. Alles nam niet op. En hij ging wedden op paarden. Drie jaar later... Drie jaar later had hij dertien creditcards. Een schuld van meer dan een ton. Hij werd ontslagen vanwege een verdenking van geldverduistering. Zijn vrouw was bij hem weggegaan. En hij woonde terug bij zijn, bij zijn ouders. En toen zei hij... Ik weet gewoon, binnenkort ga ik winnen. Zie je, dat is verstrikt raken in het web. En niet meer uit kunnen komen en zelf erin vastzitten. De derde, biedt weerstand tegen de zonde. Vers 4, ah, vers 4. Laat ook wij afleggen alle last en de zonde. En dan zeggen wij, ja natuurlijk, gaan we doen, toch? Wij als christenen, we gaan afleggen de, de zonde. En de last van de zonde, zeker, dat gaan we zeker doen. Maar hoe serieus doen we dat dan? Hoe serieus doen we dat? En hier in vers 4 staat... U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Het idee hiervan is dat je je met hart en ziel moet verdedigen... en weerstand moet bieden moet tegen de zonde, tegen het verkeerde. We moeten serieus werk maken en te worstelen en strijden tegen onze zonde. Tegen onze ongerechtigheid. Zat bloedens toe, zat hier. Je moest het tot het uiterste gaan. Heb je dat gedaan? Doe je dat? Ga je tot het uiterste in je weerstand tegen de zonde? Zat bloedens toe? Heb je brouw over je zonde? Daar begint het mee. in plaats van weerstand bieden, worden heel veel mensen apathisch. Ze zijn langzamerhand, maar langzamerhand, maar zeker ook gewend geraakt aan de zonde in hun leven, het komt van buiten of ja ze zijn even verstrikt maar ze zijn het helemaal niet erg meer gaan vinden ze zijn het gewoon gewend, oh er is dan een keer zo ze zijn onverschillig geworden en voelen ook geen urgentie om te veranderen zonde, wordt geen zonde meer genoemd sterker nog, zonde wordt goed gepraat zonde wordt de nieuwe moraal het nieuwe normaal ja, tegen verzetten, dat leidt tot verachting en weerstand. Ze We zeggen, oh, daar heb je ze weer, die christenen. O, oh, wat ze zijn? Standpunt uit het jaar nul. Ja. En je raakt gevangen in het web. Een sliert van schuld om je heen. En een klevige streng van, 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 van schaamte. En je wilt, meer, wilt, wilt rennen, maar het lukt niet meer. Je zit er helemaal in vast. Rennen, lopen, het gaat gewoon niet. En je wilt die wel loswormen. Maar ook dat gaat niet meer. Je krijgt het niet meer van elkaar. Niks werkt. En daarom denk je, ach ja, als dat niks werkt, dan haal ik mijn schouders gewoon op. En is het maar één keer zo: Maak er Wat Maakt het eigenlijk uit? Maakt het eigenlijk uit? Ach joh. Weet je. Voelen wij ons nog schuldig over onze zonden? Schamen wij ons nog? Of zijn we de schaamte al lang voorbij? En weten we überhaupt nog wel wat zonde is? De Bijbel zegt, wie onrecht doet, zal nog meer onrecht doen. Wie vuiler zal nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, zal nog meer gerechtvaardig worden. En wie heilig is, zal nog meer geheiligd worden. Schuld en schaamte. En een zware ballast die meedraagt en waarmee je de wedstrijd niet gaat winnen. Daarmee moeten we bevrijd worden. We moeten van verlost worden. En dat kan maar door één. Dat kan door Jezus. En dan kom ik aan het vierde punt. Kijk naar Jezus. De versen twee en drie. Vers 2 en 3. Vers 2 zegt... Laten wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsel en volleinde van het geloof. En vers 3 zegt... Let toch scherp op Hem. Kortom, kijk naar Jezus. Hij was zonder zonde. Hij was heilig en rein. En we zeggen zo ze vaak, we willen meer en meer op Jezus gaan lijken. Nou, Hij was zonder zonde en heilig en rein. Ga maar op Hem lijken. Dat is de weg. Hij is de weg. Kijk naar de Heer Jezus. In zijn heerlijke licht zien wij onze eigen duisternis en ontdekken we onze eigen zonde. En als je dat gezien hebt, en je berouw over je zonde, en je hart huilt over je zonde, dan wil je als vanzelf jezelf wegleggen. Dan wil je wat anders. De Heilige Geest die werkt dan door je heen, en dat je het, dat gaat afleggen. Je wilt veranderen. De Jezus was zondeloos. Maar werd dat zonde gemaakt. In Gethsemane kwam hij in een zware zielestrijd terecht. En hij bad, dat de hemelse vader, alsjeblieft die beker van hem weggenomen zou mogen worden. Maar het gebeurde niet. En zijn zweet viel als grote druppels bloed ter aarde. Niet zijn wil, maar het vaders wil geschieden. En Jezus werd gevangen genomen, gemarteld, bespot en bespuwd. En hij ging die loodzware weg naar Golgotha. En daar aan het kruis... Werd gespijkerd met zulke grote spijkers? De handen en voeten. Hij droeg die straf voor onze schuld. Hij volbracht zijn werk tot het einde aan toe, tot bloedens toe. Zouden wij dan niet tot bloedens toe moeten strijden tegen onze zonde? Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Hij is onze leidsman. Hem willen we volgen. Zijn beeld voor ogen. De Vader gehoorzamen. Niet opgeven. Doorgaan. Volhouden. Huh. Niet verslappen. Maar naar Hem kijken. Kijk naar Jezus. En blijf dat doen je hele leven lang. Tot het einde. Aan toe. Volg zijn voorbeeld. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2, vers 21. Christus heeft voor ons geleden. Hij laat ons zo een voorbeeld na, Omdat u zijn voetsporen zou navolgen. Wees navolgers van Christus. Laten ook wij afleggen alle last en de zonde en ons oog gericht houden op Jezus. En dan het volgende vers zegt dan in Hebreeën 10, vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Dus met beetje een beeld van de doop. Je binnenste wordt gereinigd. Je mag het laten zien aan de buitenkant. Door je te laten wassen en te laten dopen. Hij redt ons uit het web. Hij was ons helemaal schoon. Hij, hij spoelt al die schaamte van ons af. En, en, hij, en hij schropt al die schuld weg. Hij was het goed en schoon. Dat is goed en grondig. Omdat wij de race kunnen rennen en het einde kunnen halen. We mogen tot hem naderen, staat hier, met volle zekerheid van het geloof. En dan kom ik even terug op het begin. Toen ik gevraagd heb, wat is die zonde die jou het meest aankleeft, die je het meest verstrikt? Iedereen had wat anders. Maar het zou ook kunnen zijn dat het hier gaat om een algemene zonde. De oerzonde. Ongeloof. Oerzonde is ongeloof. Want ongeloof is de wortel van alle zonde. En we hebben allemaal gezondigd. Niemand uitgezonderd. De Bijbel die zegt dan in Romeinen 3 23. Want allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Hier staat... Allen, hè? En niet sommigen hebben gezondigd, nee, allen hebben gezondigd. Dus ook jij en ik. Allemaal. En, en het goede nieuws is dat de tekst verder gaat en dan zegt. En allen, ik voeg het even toe, worden om niet gerechtvaardigd. Om zijn, door zijn genade. door de verlossing in Christus Jezus. Ik zal het nog een keer voorlezen, want dan heb je het niet goed begrepen. En allen worden om niet gerechtvaardigd. door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Amen. Halleluja. Daar gaat het om. Dit is de verlossing die we mogen hebben. En zo mogen we doorgaan. Niemand is perfect. Hier in de zaal. Niemand. Illusie ontnomen vanmorgen. Maar niemand is perfect. Sterker nog. Niemand komt maar in de buurt van perfectie. Alleen Jezus was perfect. Maar Wij niet. En bij onze geboorte worden we gedisqualificeerd. Het menselijk ras faalt al ja, allemaal. Iedereen is, heeft gezondigd. En de grondslag van elke zonde is ongeloof. Want geloof je nou echt wat God zegt? Geloof je echt wat hij zegt in zijn woord? Zijn woord zegt dit bijvoorbeeld. Psalm 46, vers 2. God is onze toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Geloof je dat? Met je hele hart, geloof je dat? En het volgende, Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Nou, geloof je dat? Wat hier staat? is Gods woord. En geloof je dan ook dat niets ons kan scheiden van de liefde van God door Christus Jezus onze Heer? Geloof je dat? En dat, en dat zijn genade en goedheid en elke dag weer nieuw zijn? Geloof je dat? Ja, staat in Gods woord. Maar geloven we dat? En als we het geloven, dan gaan we er naar handelen. Toch? Ja, als het diep in je hart zit, dan ga je er naar handelen. Dan ga je het ook allemaal doen. Ja, dan ga je er naar leven. Of moeten we vandaag misschien erkennen dat wij ook wel eens een beetje ongeloof in ons hart hebben? Dan moeten ook twijfelen. Van God, wat bent u nou? God, hoe zit het nou? Oh God, wat bent u? Ik heb u nodig, maar ik merk zo weinig. En dat soort dingen. Die twijfel die er soms misschien kan zijn. En misschien heb ik we ook wel vragen dan. Hè? Oh, God, ik snap het niet. Het gebeurt, maar ik snap het gewoon niet meer. Misschien moeten we wel erkennen dat soms een stukje ongeloof in ons hart is. Dat we soms weinig vertrouwen op God. En misschien voel je je wel een loser vandaag. Die nooit die eindstep zal kunnen halen. Inmiddels voel je je wel een bedrieger. Die ook dit jaar, het is maar een maand oud. alweer verstrikt is geraakt in het web van de zonde. Oh, want tegen jou wil ik zeggen vandaag: als jij gelooft in de kracht van het bloed van Jezus Christus. dat als God de Vader dan naar jou kijkt, dat hij zijn zoon ziet. Hij ziet jou in Christus aan. Als hij dan naar jou kijkt. Door zijn zoon, door het filter van zijn zoon, dan ziet hij alleen maar goedheid en heiligheid en gerechtigheid. Zuiverheid. Hij ziet jou in Christus aan. Want in Christus ben je een nieuwe schepping. Je bent vergeven. Je bent rechtvaardig gemaakt. Je bent een geliefd kind, een erfgenaam van God. Maar geloof je dat? Gaat het om? Zo ja, leg dan af alle last en de zonde die jou zo gemakkelijk weer verstrikt. Amen.